voorjaar klinkt het geluid van snoeischaren en spandraden over de gulden akker. Vrijwilligers brengen de wijngaard voor het nieuwe seizoen op orde. Huurbaars legt uit wat er gedaan moet worden. Hier hebben we allemaal hetzelfde systeem. Die mooie strakke rijen. Eigenlijk blijft er maar één scheut staan, zeg maar. Eén jaar goud. Daar groeien dan de meest vruchtbare scheuten op het volgende jaar. Eigenlijk in de natuur groeit een druif een klimplant. Dus je groeit meestal op een boom. En hij dan niks doet. En elke keer op de jonge scheuten komen de druiven. Dus dan moet je op een gegeven moment boven in de boom mooi plukken. En die hebt dit oude hout, die scheuten die hier uitkomen, komen ook geen druiven aan. Hoe lager de opbrengst, hoe beter de kwaliteit. Zeker dat we hier in Nederland zitten. Moet je eigenlijk heel veel minder goede weer moet je compenseren. De nieuwe rassen en andere snoeimethoden en lagere opbrengst. Ik moet hem zelf wat pakken, net als een sfeer of veer. Oh, dat is een beetje niet tax maakt. Nee, dit is onder de herenboer. Oh. Waar is hij in Zella? In Zella. Nou, als je het leuk vindt, mag je hout uithalen. Moet je even een snoeischaar pakken. Zij zijn ook niet een brunsje. Hé, hey, gezellig. Of wist je dat nog niet? Ja. Ja. Nou, ik knippel hem toch even dicht. Ja, moet je altijd even goed opletten, Saria. Want deze, die moet papa dan straks weer gebruiken. De valkenkast in de hoek van de wijngaard wacht op zijn bewoner. Na het wegknippen van het hout wordt de overblijvende scheut voorzichtig horizontaal gebogen. Het is een scheut van 1 jaar goud en daarop groeien de meest vruchtbare scheuten waar de druiven aankomen. In deze biologische wijngaard wordt het snoeiafval met een krepelmaaier verhakseld en in de grond gelegd. Naast de wijngaard vraagt ook de wijnkelder om voortdurende aandacht. Regelmatig worden monsters genomen uit de verschillende vaten, van Frans of Amerikaans eikenhout of van roestvrij staal. Niet alleen vindt er een chemische analyse plaats, maar ook de smaak wordt op zijn ontwikkeling beoordeeld. Huub Baars wordt daarin bijgestaan door zijn adviseur Stan Beursmes. Omdat wijn uit veel meer bestaat dan zoet, zuur of bitter, is de geur minstens zo belangrijk als de smaak. Door een ervaren proever als Stan worden honderden geuren herkend, van zuiveltonen tot zwarte bessen, van paprika tot ananas, van citrus tot nootmuskaat. En natuurlijk worden er zo ook tijdig fouten uit het gistingsproces gehaald. Het lijkt wel alsof er geen serieuzer werk bestaat dan proeven. Ja, helaas wel. Maar dat is de ene. Ja, zo is er maar één. Ik denk dat de meeste mensen hem niet eruit halen, omdat hij heel erg verbonden zit met fruit. Kijk, als je ruikt, ruik je echt dat citrus, grapefruit, dan komt een beetje tropisch fruit. En achter dat tropisch fruit ruik je echt die bukser. Ik had er echt moeiteloos een oor. Ja. Maar hij is gewoon, ja, er zit gewoon een bukser in. Maar, ja. Kleur en structuur zeggen niet altijd iets over de kwaliteit. Maar ook het oog geniet van een mooie wijn. De kleur was hier mooi. Lekker mooi in het glas.
gewoon niet zo heel erg, zie je. Buiten is het voorjaar goed op gang gekomen. De knoppen van de wijnstruik lopen uit. En ook de nestkast heeft een bewoner gekregen. Een gedeelte van de wijnen is in de vaten op smaak gekomen. Nu is het de beurt aan de consument. Voor een proefpanel van deskundigen en liefhebbers maken Stan en Huub enkele combinaties van wijnen, cuvées, waaruit op basis van vooral geur en smaak de voorkeurswijn aangegeven moet worden. Op grond van deze uitslag zal dan de definitieve cuvée bepaald gaan worden. Terras commercieel, ik vind een terras, dat moet niet boven de 15 gram per liter terras zijn. Nee, toen zijn we 12. Maar dat betekent, even kijken naar de aantal suikers, als je dan 15 houdt, dat betekent dat ik 1 deel Solaris moet hebben. Mm-hmm. Op 5 delen Joniter. Hans poetst de glazen nog eens op, alvorens de panelleden binnenkomen. We gaan 3 series doen. De eerste serie is een droge witte wijn. Eigenlijk bedoeld voor bij eten of op het terras. Dus hou dat een beetje in de gaten. Ik weet niet, wie van jullie drinkt normaal een droge witte wijn? Dus dat geldt voor iedereen. Vanaf komt er later zoete witte wijn, dan zal niemand dat drinken. Maar in ieder geval, droge witte wijn is dus bedoeld eigenlijk voor bij eten of op het terras. Beoordeel ook zo. Het moet in principe een toegankelijke wijn zijn, maar het mag ook wat complexiteit hebben. Wijngaard komen de druivenstokken in bloei en ook de bladontwikkeling zet voorspoedig door. In het nest van de torenvalken is intussen het leven ook volop op gang gekomen. De wijnen zijn in de juiste verhoudingen gemengd. De cuvées mogen nu de fles in. Via 2 filters wordt de wijn naar de semi-automatische vulmachine gepompt. De flessen worden hier precies tot de juiste hoeveelheid afgevuld. Heel wat handigheid de fles op de goede manier in het kurkapparaat te plaatsen en hem op tijd weer terug te trekken voordat de volgende kurk erin gestampt wordt.
Na het vullen worden de flessen van de juiste etiketten voorzien. Aan de voorzijde met de naam van de wijn en aan de achterkant met een omschrijving van de wijn en serveertips. De laatste jaren worden de etiketten geïllustreerd met schilderijen gemaakt door cliënten van zorginstelling Fatima in Nieuw-Wehl. En dan wordt het de hoogste tijd de vrijwilligers weer eens de handen uit de mouw te laten steken. De druiventrossen beginnen langzamerhand te rijpen en om dat rijpingsproces te bevorderen moeten de bladeren worden verwijderd om het zonlicht meer direct op de trossen te laten vallen. Daardoor wordt het microklimaat rond de trossen ook droger, waardoor de schimmels minder kans krijgen zich te ontwikkelen. Langzaam naar achteren. In de wie? Een paar blaadjes afhalen, vooral die scheuten, want daar heb ik net een fout mee gemaakt, dus ben eventjes betrapt. Nou, je mag nog blijven. Ik mag nog blijven. En dan de groene hier tussen zo, die mag ik er ook afhalen. Want die kosten alleen maar energie, zeg u. En die energie willen wij in onze lekkere druif. De vrijwilligers worden goed onderhouden. Een heerlijke lunch en natuurlijk ook een glaasje wijn sluiten de morgen af. Het is september. De rijping vordert gestaag. Helaas nemen de wespen genoegen met een mindere rijping van de zoete solarisdruiven dan de wijnboer. De cuvées moeten het dit jaar doen zonder de heerlijke aroma's van deze druif. In oktober is het zover. Voordat de andere druiven in de magen van wespen of spreeuwen verdwijnen, voordat het weer omslaat en de rijping tot stilstand komt, moet er snel geoogst worden. Dus ja. Zoals dikwijls tijdens het werken op de wijngaard is het een stralende dag. Na de wijngaardenierslunch gaat Huub meteen door met het ontstelen van de trossen en wordt de pulp opgevangen in grote bakken. Bessen en stelen worden keurig gescheiden. Suikers in de druiven en het sap zijn een goede voedingsbodem voor schimmels en bacteriën. Daarom is het van groot belang alle apparatuur vooraf en na gebruik grondig te reinigen. Wanneer de pulp lang genoeg door enzymen is bewerkt, moet de druivenpers in actie komen. Nee, hier worden geen druiven met voeten getreden. Een automatische pers via een pomp verbonden met een roestvrij stalen vat zorgt voor een moeiteloze scheiding van het sap en de rest. Het laatste restje pulp verdwijnt in de pers. Wanneer het sap in de tank is gepompt, wordt gist toegevoegd. Afgesloten van de lucht zetten de gistcellen de suikers uit het sap om in kooldioxide en alcohol en wordt het sap langzamerhand wijn.
Een regelmatige controle is nodig om eventuele fouten in het gistingsproces tijdig te kunnen corrigeren. Het regelen van de temperatuur is daarbij een belangrijke factor. En natuurlijk moet ook na het persen alle apparatuur weer grondig worden schoongemaakt. De laatste fietsers en wandelaars hebben kunnen uitblazen. Het seizoen is voorbij. De herfst gaat dit jaar snel over in de winter. De bladeren zijn afgewaaid en wit toegedekt staan de wijnstokken te wachten op de komst van de vrijwilligers in het voorjaar.